Dit is een kort lesje over improviseren. Improviseren is dat je ter plekke bedenkt welke noten je gaat spelen. Meestal heb je ongeveer een idee wat je gaat doen en je weet ook wel wat er bij elkaar past. En je moet het ook wel een beetje oefenen. Maar uiteindelijk ben je dan lekker vrij en hoef je niet heel precies alles te spelen zoals het op het papier staat eigenlijk. En dat is leuk van muziek om dat te kunnen. Nou, sommige mensen vinden dat heel makkelijk. Ik vroeger deed dat heel veel en vond dat niet zo moeilijk. Maar anderen vinden dat super moeilijk en die komen niet. Die denken dat ze niks kunnen, maar je kan alles leren. Wat het punt is, is dat je ook onafhankelijk de linker en rechterhand moet kunnen bewegen. En dat is vaak in het begin ook heel lastig. Nou, voor deze oefening hebben we een klein loopje, een basloopje van 4 noten. En het wordt de hele tijd herhaald. Nou, aan het eind geef ik even de mogelijkheid om dan met een begeleiding mee te spelen. Aan het eind van het filmpje wordt dat gedaan. Maar ik zal eerst een voorbeeld geven. Ik ga dat dus doen met deze hand. Ik laat ook nog zien welke noot je nodig hebt. En hier ga ik dat spelen met de andere hand. Nou, dat ziet er ongeveer zo uit. Dus natuurlijk, als ik meer noten heb, is het voor mij makkelijker. Bijvoorbeeld. Maar 5 noten nodig, C, D, E, F, G. Nou, ik laat dat ook nog zien met toetsen.